podcast bij Sociëteit Vastgoed, waarin we in gesprek gaan met twee bijzondere mannen die wij hebben ontmoet vorig jaar voor het eerst op de Provada. En ik ga ze heel graag aan jullie introduceren. Mijn naam is Claudia van Haafden. Ik ben founder van Sociëteit Vastgoed & Company. En ik ben heel erg trots en blij om deze bijzondere professionals aan jullie voor te mogen stellen. Mag ik vragen of jij daarmee wil beginnen, Pepijn? Heel graag, Claudia. Dank je wel dat wij er mogen zijn. En inderdaad, het voelt wel, hè? Je zegt twee keer bijzonder. Vind ik zelf niet zo, maar wij vinden het wel bijzonder dat we hier aanwezig mogen zijn. Mijn naam is Pepijn Renders. Ik ben algemeen directeur bij JASC, een verwegelcompany. 51 jaar jong. Ik kom uit het diepe zuiden, maar daar hoor je verder niets van. En ik sta iedere dag op om mensen blij te maken op hun werkplek in Nederland. En dat doen we samen met 800 professionals, maar daar zal ik straks vast nog wat meer over vertellen. Zeker. Nou, je begrijpt meteen als je dit verhaal hoort en ziet waarom ik deze mensen zo bijzonder vind. Zij maken graag mensen blij. Nou, dat is natuurlijk past natuurlijk helemaal bij onze visie en onze doelstellingen. En buiten dat het natuurlijk een prachtig groot bedrijf is, is het ook een bedrijf wat echt zich heeft gekenmerkt tijdens de twee Provada's die we nu samen hebben gedraaid, echt door hun gastvrijheid. Dus heel erg fijn om daar dadelijk meer over te vertellen. Sander. Dat is dan misschien toch een beetje die zuidelijke gastvrijheid. Ja, zeker. Want echt, dat is echt even leuk om nog even tussendoor te vertellen dat ik mocht ook gebruik maken van jullie speciale directiekamertje. En daar zat ik met een van onze leden en wij waren leuk in gesprek. En wij kregen echt gewoon een groot stuk Limburgse fly met koffie gepresenteerd. Dus die gastvrijheid, ja, daarom heb ik een paar keer bijzonder gezegd. Dat is wel echt hartverwarmend. Dus in die zin echt fantastisch. Geweldig. Sander. Ja, leuk om te horen, Claudia. Die Limburgse gastvrijheid, die herken ik helemaal. En dat maakt ook, denk ik, dat ik al 14 jaar mag werken voor dit mooie bedrijf. Ik zeg altijd, ik woon ook in het zuiden. Niet zozeer in het zuiden van Limburg, maar wel in het zuiden van Brabant. Of eigenlijk midden in Brabant. Nee, mijn naam is Sander Blom. Ik ben Business Development Directeur binnen JASC. En in die hoedanigheid ook betrokken geweest bij Provada in de afgelopen 2 jaar. Hè, omdat wij zien dat die vastgoedsector voor ons als facility management bedrijf een hele interessante sector is waar wij vinden dat we waarde kunnen creëren, waarde kunnen gaan toevoegen. Dus kijk daar met veel plezier op terug. En hartstikke leuk, Claudia, om dit interview te kunnen doen, deze podcast op te nemen, om de wereld wat meer bekend te maken met ons als Verwego. Dus dank voor de uitnodiging. Daar ga ik direct heel graag verder op in. We zijn natuurlijk vorig jaar gestart eigenlijk met inderdaad een dag over zorgvastgoed en seniorenwoningen. We zijn toen meteen enthousiast begonnen met een ontbijtsessie. En Ron van Blois als voorzitter van de expertteam Osiris heeft toen ook inderdaad zijn kennis en kunde gedeeld. En het bleek echt direct dat er direct een sterke verbinding was eigenlijk met de zorg en de wijze waarop jullie facility management op zo'n grote schaal in Nederland uitoefenen. Dat er eigenlijk daar meteen een link in zat naar de vastgoedsector en de noodzaak die er ook is om hier meer aandacht en meer expertise aan te verbinden. En daarom waren wij ook als verbindende schakel in de vastgoedsector ontzettend blij met deze samenwerking, omdat jullie juist eigenlijk de missing link zijn van wat kun je in dat zorgsegment, in die zorgsector, kun je leveren als een organisatie, als Verbego. Dus ja, ik zou heel graag van jullie willen weten, ik zie je bij Pepijn Return on Facility. Dat spreekt natuurlijk gelijk de vastgoedsector aan, omdat het daar natuurlijk gaat om Return on Investment. Dus vertel hoe de vastgoedsector voor jullie eigenlijk ook gewoon de partijen zijn om mee samen te werken. Waarom dat zo waardevol zou kunnen zijn of is. Ja, zal ik even opnemen, Claudia. Misschien goed dat ik even kort wat over Verbego vertel. Heel graag. Dan krijg je daar wat meer beeld bij. Verbego is een family-owned company, 80 jaar bestaan vieren wij volgend jaar. Wat met 44.000 mensen als grootste werkgever, in ieder geval van Limburg, maar wij werken Europees, we werken in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. En wij zijn de partij die in de facility zit. Voor een heel groot deel in de uitvoerende faciliteiten. We hebben eigenlijk 5 takken van sport, schoonmaak. We hebben een zorgtak, we hebben een facility management tak, we hebben een groentak en we hebben een product and systems tak. Dus dat zijn eigenlijk de dienstverlening waar wij in werkzaam zijn. En dat doen we dus met die 44.000 mensen, waarbij ons grootste doel is impact maken. Impact maken op de samenleving, maar ook impact maken door zoveel mogelijk betekenisvolle banen te creëren.
En ze zijn dus trots op. We zijn de grootste werkgever in Nederland met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En vastgoed is eigenlijk, hebben we gewoon nodig om die betekenisvolle banen, die impact te kunnen maken. Want zijn er geen stenen gestapeld, is er geen gebouw waar mensen wat in willen, dan hebben wij niets te faciliteren. Hè? Dus wij zullen uiteindelijk, is dat vastgoed altijd het begin van onze dienstverlening. Ja, dat realiseren we ons wellicht niet iedere dag. Maar uiteindelijk zien wij wel dat een provada, hè, eigenlijk een beurs was die veel beter bij ons past dan bijvoorbeeld de beurs faciliteren, waar wij staan met een heleboel conculega's van ons in de markt. En vastgoed zijn we toch wel uniek als bedrijf. Hè. Ik heb verder in ieder geval geen conculega's van ons op de provada gezien. En daar lopen natuurlijk wel onze klanten rond. Daar lopen ons netwerk rond. Daar lopen de stakeholders rond. Die het vastgoed in Nederland bepalen. En wij zeiden al, vastgoed nodig om ons werk te kunnen doen. Dus die link is daarmee redelijk snel gemaakt. Nou, misschien kan Sander daar nog iets vertellen hoe die link dan met die zorg is. Hè, wat ook een belangrijke markt voor Verbeko is. Ja, en een steeds grotere markt natuurlijk. Absoluut. Ook. Hè. We natuurlijk, zijn er druk over alles wat natuurlijk op de woningmarkt gebeurt. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat natuurlijk het zorgaspect daarbij en de senioren, dat natuurlijk eigenlijk een steeds grotere groep wordt die daarin bediend moet worden. Dus in die zin ongelooflijk fijn dat er juist zulke grote partijen als jullie zijn om daar invulling aan te geven. Ja, zeker Claudia. Dat is een van de redenen waarom we dat doen. Hè. En daarnaast is wat Pepijn ook zegt, het zit al echt in ons DNA dat we al lang actief zijn in die zorgsector, met name op het schoonmaakstuk. Maar als je nu kijkt naar het vraagstuk en de opgave die er ligt in die sector, dan zie je eigenlijk dat er noodzaak is tot verandering. Het is feitelijk onbetaalbaar geworden. Als je kijkt naar vergrijzing, wat je net al noemt, dubbele vergrijzing die daar aankomt. 80.000 handjes tekort in deze sector nu al op dit moment. En als je dan ook inzoomt op die vastgoedportefeuille in die zorgsector, dan zie je dat er gigantisch veel vierkante meters vastgoed nog in portefeuille zijn van vaak ook verouderd vastgoed. Nou, en dan komen wij natuurlijk vaak om de hoek. Hè. Dus alles in en rondom die vier muren is wat wij doen. En wat wij eigenlijk zeggen, waar Return on Facility ook voor staat, is laat ons nu die toegevoegde waarde zien voor goed facility management. Hè. Wat uiteindelijk leidt tot duurzaam, gezond, financieel rendement voor jou als vastgoed investeerder of belegger of uiteindelijk ook als projectontwikkelaar. Nou, en daar zoomen wij heel erg in op dat sociale component. Hè. Dat is wat voor ons belangrijk vindt. Dus het creëren van betekenisvol werk. Omdat wij denken op het moment dat iemand zijn werk als betekenisvol ervaart, daar ook meer inzet zal leveren. Dus uiteindelijk leidt tot betere dienstverlening en tevredere klanten. Dan ga je inzoomen op de activiteiten binnen Verbeko. Dus we zijn expert op het gebied van cleaning. We zijn expert op het gebied van het ondersteunen van zorgorganisaties in organisatievraagstukken. En wij hebben een facility management bedrijf. Nou, als je die lappendeken van kennis dan op elkaar legt en dat op een integrale manier verpakt in een dienstverleningsconcept richting eigenlijk de driehoek van bestuurder, zorgbestuurder, investeerder en eventueel ook zelfs gemeentes en woningcoöperaties, ja, dan merk je dat klopt. Dat klopt en dat we daarin heel erg veel waarde kunnen gaan toevoegen in onze optiek. Ja. Ja, nee, fantastisch. Dat is ook precies waarom jullie natuurlijk het programma gekozen hebben zoals jullie gedaan hebben voor Provada. De eerste dag is er eigenlijk echt ingezoomd op facility. De tweede dag op zorg en zorgvastgoed. En daar zijn eigenlijk allerlei kennissessies over uitgevoerd. Ook een hele leuke tafel inderdaad met Diana Matroos. Dus zeker de moeite waard. En de derde dag, dat vonden, dat is ook echt heel bijzonder, zijn jullie ingezoomd op de arbeidsmarkt. Nou, dat is natuurlijk een van de meeste hot topics op het moment. Niet alleen in de vastgoedsector, eigenlijk in alle industrieën. De War of Talent. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wij hebben vorig jaar natuurlijk voor de eerste provada gestaan. En dan ga je zelf, maak je ook eens een rondje over de beurs. Dan moet ik zeggen, dat lukte niet op de Danske Woensdag. Want daar hadden we het zo druk op de stand dat we daar gewenst waren. En donderdag was eigenlijk wel een wat rustigere dag waar het zeg maar zeggen, de beslissers in vastgoed betrof. Wat mij toen wel opviel, want ik ben toen zelf een rondje geopend, niet alleen mij, maar mijn collega's ook, dat er heel veel studenten rondliepen. Hè. Wat gevraagd, wat studies hebben jullie gedaan, et cetera. En toen wij met de voorbereiding bezig waren op de provada dit jaar, kwam vanuit ons HR-taket in, nou moeten we die niet aanspreken. Moeten we niet iets gaan verzorgen die dag drie, waardoor wij die studenten op onze stand krijgen, om ze bekend te maken met Verbeko, maar wellicht ook om ze lekker te maken, om een job bij Verbeko te vervullen. We hebben best heel veel vacatures. De doelgroep van studenten die eronder past heel goed bij wat wij zoeken. Hè.
Dus we hebben geprobeerd, en ik mag wel zeggen dat is goed geslaagd, om die derde dag echt een HR-dag van te maken. Stond ook onze HR-directeur van de bedrijven stond op de stand. We hadden allerlei acties, een Lego Challenge, waar men prijzen kon winnen. Men kon de LinkedIn-foto laten maken voor het profiel. Daar stonden blijkbaar rijen. Ik was gelaten, er stonden rijen bij de fotograaf. Dus nou ja, we hebben daar best wel wat aan overgehouden. En ja, het was een beetje een gok, zeg ik eerlijk. Het was een beetje een experiment, maar nou, lijkt wel geslaagd. Het was in ieder geval een hele leuke dag, de donderdag afgelopen week. Ja, wat goed. En hoe doen jullie dat zelf? Hè? Als je natuurlijk zoveel werknemers hebt, hoe zorg je ervoor dat je die arbeidsmarkt op die manier invulling blijft geven? Dat je je arbeidsbestand of dat je je werknemers ook zo op die manier blijft stimuleren en enthousiasmeren met jullie ja, geweldige bedrijf, wat natuurlijk zo breed vertakt is. Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Dat is ook een heel groot vraagstuk, heel eerlijk, Claudia, op dit moment. Want die noemen dat wel eens de war on talent. Hè. Dat geldt ook voor ons als bedrijf. En het imago kleeft soms nog wel eens een beetje dat we niet de meeste sexy dienstverlener zijn. En tegelijkertijd proberen we wel in de arbeidsmarkt wel heel erg zichtbaar te zijn als aantrekkelijk werkgever. En als echt heel erg mooi familiebedrijf waar je als jong professional allerlei kansen hebt om door te groeien in die verschillende bedrijven die Pepijn net noemt. Dus er lopen allerlei campagnes op gebied. Daarnaast hebben we allerlei samenwerkingsverbanden binnen de onderwijssector op eigenlijk alle niveaus. Dus op operationeel onderwijs, beroepsonderwijs, als op middelbaar en hoger onderwijs. Om te kijken hoe we die verbanden kunnen leggen tussen die young professional en ons. En als ik even inzoom op JASC, dan werken wij eigenlijk al een aantal jaar met trainee programs, accelerator programs voor feitelijk jong afgestudeerd talent wat bij ons binnen kan komen. En eens kan rondsnuffelen binnen JASC, maar ook de andere verbegelbedrijven om te kijken wat past bij hun. Dus ja. Dat past natuurlijk ook helemaal, ja, wat je vertelt natuurlijk eigenlijk met de award, die ook zo trots op jullie stand prijkte als de family, het familiebedrijf. Nou, dat is natuurlijk een fantastische prijs als je dat wint in Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel familiebedrijven. En zeker op deze schaalgrootte zoals jullie daarin opereren, is dat natuurlijk duidelijk dat het dus heel bijzonder is. Hè? Dus ga ik het weer zeggen, maar ik ben dus niet de enige die dat zo ervaart. Wat betekende dat voor jullie organisatie om zo'n prijs te winnen? Dat was een prijs eigenlijk, een erkenning voor iedereen. Dat is ook het mooie, onze CEO Ton Goedmakers, die zegt, weet je, ik feliciteerde hem via de app met de prijs toen ik het hoorde. En zeg ik, nou, het is jullie prijs, het is onze prijs, niet de prijs van de familie. Ik heb hem ook in een aparte doos nog moeten meenemen naar de Provada. En een kleine anekdote, ik heb de avond dat wij nog even een hapje gingen eten met de Stemkroon, was Ton Goedmakers, onze CEO ook bij, nog even het grapje gepoogd te maken dat hij was gevallen bij het opruimen. Nou, toen werd hij redelijk wit, kan ik je vertellen. Nee, we zijn daar heel trots op. We koesteren die prijzen ook. En ik denk dat het wel een erkenning is voor het feit dat wij dat we echt een familiebedrijf zijn gebleven. Hè? We hebben een hele grote familie natuurlijk met 44.000 mensen. Maar toch zijn we in staat om aan de ene kant heel professioneel die markt te bewerken. En echt grote bedrijven te vormen. Hè? Onze bedrijven hebben gewoon allemaal een omvang van minimaal 100 miljoen euro omzet. En dat is een arbeidsintensieve markt best veel. Zeker. En je ziet echter dat je... Ja, dat het toch lukt om dat familiegevoel vast te houden. Binnen de bedrijven, maar ook als de bedrijven binnen Verbegel. En dat is heel knap, dat is ook heel trots. En volgens mij is dat ook, dat maakt ons heel trots. En dat is ook de basis, denk ik, voor die bedrijven familie wordt. Want dat stralen we dus blijkbaar uit, zonder dat we ons daar heel bewust van zijn. Dus ja, trots. En ja, dat past ook weer helemaal bij Société Vastgoed, waar wij natuurlijk ook altijd aangeven dat wij de grootste vastgoedfamilie van Nederland zijn. Dus in die zin hebben we elkaar als families ook echt omhelst, zou ik echt bijna zeggen. Dus ik wil nog graag van jullie weten, de vastgoedsector, wat gaat Verbego daar doen? Of welke visie die jullie nu hebben, gaan jullie nog verder uitvoeren in de vastgoedsector, om ook de vastgoedsector naar die gewenste optimalisatie en die impactvolle invulling, zoals je net al zei, Pepijn, om daar samen dat positieve verschil mee te maken. Ja, kijk, ik denk dat wij de komende afgelopen jaar zijn we daarmee begonnen, hè, om onszelf kenbaar te maken als partner voor die vastgoedsector, want zo zien we onszelf wel. We geloven er echt in dat door middel van die integrale dienstverlening, dat aanbod,
we jou gaan helpen als vastgoed-eigenaar om tot een duurzame rendement te komen. Nou, je ziet heel erg natuurlijk dat er ontwikkelingen zijn op dat stuk op het gebied van bijvoorbeeld een ESG-normering, waarin wij heel erg proberen in te spelen op die S, dat sociale component. Je merkt dat er nog best wel wat wijfel zit, omdat het nog een... dat is nog niet zo definieerbaar. En tegelijkertijd geloven wij daar ontzettend in dat door middel van de duurzame inzetbaarheid van onze activiteiten met onze mensen, we ervoor kunnen zorgen dat die belegging en het vastgoed wat jij hebt dus op die manier duurzaam kan garanderen. En wat vooral denk ik de kunst is, we noemen het al, wij zijn een hele grote familie, groot bedrijf. En tegelijkertijd zijn wij heel erg lokaal en ook vrij pragmatisch georganiseerd. En ik denk dat de kunst is voor ons nu om in deze sector vooral te kijken naar kleine hapbare pilotcasussen waar we in verschillende sectoren onze dienstverleners kunnen gaan toetsen. Ja, en daar is wel een oproep naar de markt, hè, naar de vastgoedbelegger en ook naar de zorgbestuurder toe in dit geval. Ja, om je hand op te steken, om te kijken van, ja, wie wil samen met ons dit avontuur aangaan. Hè? En juist denk ik die kleinigheid en die schaalbaarheid is daarin een belangrijk element. Dus dat is denk ik wat we kunnen doen. En daar hebben we allerlei modulaire inhoudelijke dienstverlening voor. Dat zal ik nu niet verder op ingaan, waarop we kunnen gaan doen. Maar dat is het totale spectrum van facilitair management, vastgoedmanagement en exploitatie en beheer op allerlei verschillende niveaus. Ja. Oh, fantastisch. En in welk stadium van het vastgoed zou het gewenst zijn om daarmee aan tafel te gaan? Is dat dan eigenlijk echt bij de ontwerpfase al dat jullie daarin zouden mee willen denken? Of is dat eigenlijk pas als de exploitatie aan bod komt? Nou, als je een beetje kijkt naar de kosten, hè, de TCO van een object, van een gebouw, wordt een heel groot deel, hè, het is ongeveer 40% stichting, 60% exploitatie, soms zelfs 20-80. Daarnaast is het zo dat 80% van je exploitatiekosten worden bepaald in de ontwerpfase. Ja. Het moment dat je in de gelegenheid wordt gesteld, en dat zien we bijvoorbeeld bij een aantal grote PBS-projecten die we doen, publiek-private samenwerking, waar we echt samen met de bouwer en de architect en de ontwikkelaar en de financierder gebouwen neerzetten die we vervolgens langjarig gaan exploiteren, tot soms 30 jaar, dan zie je door aan die voorkant met die exploitatiebril, met de faciliterende bril aan tafel te zitten, dat je die exploitatiekosten of exploitatiekwaliteit voor een heel deel kunt bepalen met elkaar. En dat levert vaak hele verrassende oplossingen op. Dat levert in ieder geval ook een gezamenlijkheid op. Want je ziet nu dat het heel vaak brokjes zijn. Hè? De ontwerper doet wat, de ontwikkelaar doet wat. Dan komt er een bouwer en dan komt er een belegger. Maar als je dat wat meer in lijn samen doet, ben ik ervan overtuigd dat je ook gewoon duurzamere oplossingen krijgt. En dan niet alleen duurzamer in het veer van circulariteit, maar ook gewoon duurzaam in het gebruik. Langjarig gebruik blijft dan aantrekkelijker. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Alleen, ja, je moet wel projecten vinden waarin je die mogelijkheid krijgt om aan die voorkant mee te mogen. Nou ja, dit is dan meteen een mooie oproep natuurlijk om inderdaad dat voor elkaar te krijgen. En daar ga ik straks graag nog even met je over verder, Pepijn, want ik heb wel meteen een idee hoe we daar invulling aan zouden kunnen geven. Dus ja, maar daar zijn deze... Doen we even buiten de podcast aan. Niet alle geheimen prijs geven, toch? Ja, ik zou nog heel graag even van jullie willen weten, tot slot, de Verbego-organisatie. Het zijn natuurlijk veel bedrijven die daaronder vallen. Er zijn diverse namen. Hoe moet, als je als vastgoedeigenaar of ontwikkelaar, je ziet deze organisatie, met welke organisatie moet je dan eigenlijk direct in gesprek gaan? Of wat is de mogelijkheid om eigenlijk direct die samenwerking aan te gaan? Moet je dan inderdaad met Pepijn afspreken, met Sander? Hoe werkt het? Of met Roy, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, goede vraag, Claudia. Dat heeft natuurlijk, kijk, we zijn één grote familie. Dus in die zin maakt het niet zo heel veel uit met wie welk loketje aanbelt. Komt je altijd wel bij de juiste oom of tante terecht, zou ik bijna willen zeggen. Heel goed, ja. Nee, maar ik denk dat wij als facility management bedrijf de meeste verbinding hebben met de vastgoedsector. Dat is ook onze rol. Hè. We zijn vaak de regisseur, dus dat past goed bij ons. Dus ik zou eigenlijk willen stellen van op het moment dat je deze podcast luistert en denkt, hey, dit is interessant, hier wil ik graag meer over weten, dat je gewoon contact opneemt met mezelf, met Pepijn. Ja. Oké, perfect. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk de meeste... waardevolle uitnodiging om contact op te nemen met Pepijn of Sander. Als je meer wil weten over Verbego, als natuurlijk eigenlijk de grootste familie van Nederland, waar dit op de meest effectieve wijze de return on facility wordt uitgevoerd. Nou, nog één vraagje dan.
Wat gaat er met de visie van Verbego voor 2023, of eigenlijk de tweede helft van 2022, gebeuren? Zodat we volgend jaar op de Provada weer zo'n mooie Verbego-stand tegemoet kunnen zien. Ja, het is goed dat je dat vraagt, Claudia. Want wij zijn eigenlijk vorig jaar begonnen om ons te presenteren als Verbego. En dat wisten we al een beetje wat er stond te gebeuren. We hebben nu 38 labels, 80 bedrijven, 167 BV's in de familie. Dat werkt niet meer. Uiteindelijk willen we heel graag, om die impactvolle organisatie te zijn, die vuist op de arbeidsmarkt te maken, die vuist naar de klant te maken, willen we heel graag naar minder bedrijven toe. Dus wij zijn nu in een transitie waarin we die 80 bedrijven zijn om het vormen naar 11 Europese bedrijven, die allemaal verder zullen gaan onder de naam Verbego. Dat logo gaat ook nog veranderen, maar de naam gaat Verbego worden. Dus eigenlijk hebben wij op de Provada al nu 2 jaar een voorproefje genomen om ons wat zelf als Verbego te presenteren. En dat is eigenlijk de grootste transitie die we nu zijn aan het doen. Dus het indikken van 80 naar 11 bedrijven, dat is natuurlijk een hele tour de force. En aan de andere kant, al die bedrijven dan ook nog onder één naam verder te laten gaan. En dat is de Verbego-naam. Dus volgend jaar zullen we dan met onze nieuwe logo en onze nieuwe payoff weer op de Provada aanwezig zijn. En we hopen een heleboel van de luisteraars dan weer te mogen ontmoeten op onze stand. Want ik vind het altijd wel een feestje, moet ik je zeggen. Ik ben er vaak als bezoeker geweest, 2 jaar als medestandbemanning. En ik heb het erg naar mijn zin gehad, buiten de pijn in mijn voeten. Maar dat heb ik er graag voor over. Nou, fantastisch. Nou, we vonden het echt heel fijn om daarin met jullie ook weer samen op te trekken. Dus ook dank voor het mooie compliment wat we al van Roy daarover ontvangen hebben. Dus we verheugen ons zeker dat volgend jaar weer te doen. Maar we gaan elkaar natuurlijk veel vaker zien en spreken. Dus voordat het zover is. Heel erg dank jullie wel voor dit fijne gesprek. Ik heb ervan genoten. En luisteraars, als jullie dus interesse hebben of je wil hier meer over weten, neem contact op met Pepijn of Sander. En anders kun je natuurlijk alle gegevens bij ons vinden op de website van Soestedt Vastgoed. Dank jullie wel. Dank je wel.